kids. Wat leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag was weer een hele bijzondere dag. En ik heb weer heel veel meegemaakt. En dat staat hier allemaal in mijn dagboek. Kijken jullie met mij mee? Hey, daar is Bibi. Bibi erbij. Hey, daar is Bibi. Kom maar lekker bij. Bibi, 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 Bibi. Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi. Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi. Kom maar lekker bij. Bibi. Vandaag was ik een beetje boos, kinderen. Eerst was ik boos op mezelf, maar daarna was ik boos op Bo. Want Bo had weer eens iets gedaan wat ik niet zo lief vond. Lief dagboek, iets helemaal nee. Zoom zoom, Bibi! Zoom zoom, ja, hier Bo! Hé, waar dan? Hier, in een keukenbootje. Oh, daar ben je! Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het schrijven. Wat dan? Dit is mijn dagboek. Oh, en wat schrijf je daar dan in? In je dagboek schrijf je alles op. Alles wat je elke dag meemaakt. Dus elke dag moet je je dagboek een beetje bijhouden. Oh, echt waar? Ja, echt waar. Zeg, maar mag ik dan kijken wat je allemaal opschrijft? Nee, dat kan niet. Hé, maar hoezo niet? Een dagboek is een geheim voor anderen. Daar schrijf je alleen dingen in die voor jezelf zijn. Hé, wat flauw. Ik ben toch elke dag bij jou, dus dan kan ik toch gewoon lezen wat er in je dagboek staat? Nou, dan hoef je hem dus toch ook niet te lezen als je het toch allemaal weet? Nou, Zullen we naar de radio luisteren, Bo? Nou, vooruit. Oké, dan. Zo, en dan knopje aan. Ja, nou moet hij het doen. Zin in een glaasje honinglimonade? Ja, lekker! Dan zal ik die eens even goed klaarmaken. Oh nee! Oh. Wat is er, Bibi? Waarom loop je zo te gillen? Mijn dagboek is weg! Weg? Ja, hij lag voor het laatst op het aanrecht in de keuken en nou ligt ze er niet meer! Maar Bibi, dat boek heeft toch niet ineens pootjes gekregen? Heb je hem zeker weten niet meegenomen naar hier? Ligt hij niet gewoon hier in de woonkamer? Ik dacht van niet, maar ik zal hier wel eens eventjes gaan zoeken. Zo boos om worden, Bo. Ben je boos op mij? Nee, op mezelf. Waarom? Omdat ik dat dagboek altijd en overal maar rondslingeren. Dat is echt vragen om problemen. Ach, Bibi bijtje. Dat komt vast wel goed. Gewoon nog even goed doorzoeken. Ik heb alle plekjes in de woonkamer al gehad. Hij ligt nergens. Misschien moet je dan maar eens gaan zoeken in de keuken. Vooral even goed grondig zoeken, Bibi. Geen enkel plekje overslaan. Dan vind je hem vast en zeker. Oké. Sorry hoor, Bo. Ik ben zo snel mogelijk weer gezellig bij jou terug. Geef niks, Bibi. Haast je vooral niet. Zo,
eens even doorbladeren. Oh ja, dat... Wat is er zo grappig, Bo? Ik schilderde een schilderij en hij was roze in plaats van geel. Wat dom van mij, zeg. Ja, dat is inderdaad heel erg dom van jou, Bo. Oeps. Dus al die tijd dat ik aan het zoeken was, zat jij gewoon in mijn dagboek te lezen. Zoem, zoem. Ja, dat denk ik wel, Bibi. Ja, kinderen. Dat was niet zo lief van Bo. Ik was echt heel erg boos op hem. Maar gelukkig hebben we het daarna meteen weer goed gemaakt. Zo. Ik heb Bo een eigen dagboek gegeven, zodat hij zelf ook een dagboek kan gaan schrijven. Dan hoeft hij die van anderen niet meer te lezen. Dan ga ik nu lekker slapen en dromen over deze leuke dag. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en druk op het belletje, want dan mis je nooit meer een video. Tot de volgende keer. Doem doem. Vandaag was weer een hele bijzondere dag. Ik heb er enorm veel meegemaakt. En dat staat allemaal hier in mijn dagboek. Kijken jullie mee? Hey, daar is Bibi, Bibi erbij. Hey, daar is Bibi, kom maar lekker bij. Bibi, 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 Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi, Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi, kom maar lekker bij. Bibi. Vandaag was een minder leuke dag dan normaal. Niet dat het een stomme dag is, want elke nieuwe dag maak je weer herinneringen. Maar de herinneringen van vandaag waren gewoon wat minder vrolijk. Dat heb je soms. Zoom, zoom. Wat is er met jou, Bo? Ik weet het niet, Bibi. Ik voel me gewoon zo slapjes. Ach nee toch, is dat echt zo? Ja, Bibi. Kom gauw zitten, Bo. Dan maak ik een lekker kopje honingthee voor je. Daar knap je vast en zeker van op. Nou, dat weet ik niet, Bibi. We kunnen het in ieder geval proberen. En, Bo? Gaat het zo wel beter? Nee, ik voel me nog steeds niet goed, Bibi. Maar wat kan het dan toch zijn? Ga eens even staan, Bo. Hop. Even kijken, hoor. Je voelt niet echt warm aan. Nee, dat is het ook niet, Bibi. En doe je mond eens open, Bo. Kan niks raar zien. Ik heb anders wel heel erg veel pijn. En waar zit die pijn dan, Bo? Aan mijn vleugels, Bibi. Aan je vleugels? Oh jee, dan heb je denk ik vleugelpijn. Vleugelpijn? Wat is dat dan, Bibi? Ik heb het ook wel eens gehad aan mijn vleugeltjes. Echt waar? Ja, echt waar, Bo. En wat heb je toen gedaan? Toen heeft er iemand mijn vleugels gemasseerd. En ik heb mijn vleugels in een warm bad gedaan. Oh, en dat hielp? Je moet wel geduld hebben, Bo. En heel veel rust nemen. Wil jij me helpen, Bibi? Natuurlijk wil ik dat, Bo. Zo, en dan nu lekker ontspannen, Bo. Zoom, zoom. Hey, Bibi. Ja, Bo? Hoe komt die vleugelpijn eigenlijk? Dat is een hele goede vraag van jou, Bo. Het komt eigenlijk als je te veel en te wild hebt gedaan met je vleugels. Je vleugels zijn ook wel eens een keertje moe. En ja, dan krijg je pijn en kramp en voel je je heel erg zwak en moe. Ja, dat heb ik. Daar heb jij nu inderdaad last van, Bo. Kom maar, Bo. We halen je vleugels even uit het bad.
Dan droog ik ze af en dan zal ik ze eens even lichtjes masseren. Maar Bibi? Ja, wow. Hoezo werkt dan zo'n bad en masseren dan tegen de pijn aan mijn vleugeltjes? Nou, zoals ik net al vertelde, is de pijn ontstaan door belasting van de vleugels. En hoe krijg je die pijn dan weg? Door het tegenovergestelde te doen. Aha, dus ontspannen. Heel goed, Bo. Zeg, Bibi. Ja, Bo. Weet je wat ook goed zou helpen tegen ontspanning? Nou? Een glaasje honinglimonade en wat honingkoekjes van jou, Bibi. Dat werkt vast ook heel erg helend. Zou dat? Nou, oké. Vooruit dan maar. Oh, en Bibi? Ja, Bo? Misschien kun je ook een voorleesboek meenemen en daaruit voorlezen. Van lezen word ik altijd heel erg ontspannen van. Goed, Bo. Dat pak ik. Oh, en Bibi? Ja, en nog meer, Bo? Zou je misschien ook een dekentje voor me kunnen meenemen? Ik heb het zo koud gekregen sinds ik uit dat lekkere warme badje ben. En als ik het zo koud heb, trekken mijn vleugels zo. En dat is niet goed. Ik moet natuurlijk heel erg ontspannend zijn op dit moment. Oh, Bootje toch. Ik zal voor jou een dekentje meenemen. Maar je moet niet zo overdrijven hoor. Volgens mij gaat het alweer wat stukken beter met je. Ik ben zo terug. Nou, ontspannen dan dit kunnen we Bo denk ik vandaag niet krijgen. Sterker nog, Bo ligt nog steeds in mijn bijenkorf te slapen. En maar slapen, en maar slapen. Ik weet zeker dat Bo zich morgen een stuk beter voelt. Zijn vleugeltjes lagen er zo mooi ontspannen bij toen ik naar bed ging. Zoom, zoom. Dan ga ik nu lekker slapen en dromen over deze hectische dag. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en druk even op het belletje, dan mis je nooit meer een video. Tot de volgende keer. Zoom, zoom. Vandaag was weer een hele bijzondere dag. Ik heb weer enorm veel meegemaakt. En dat staat allemaal hier in mijn dagboek. Kijken jullie mee? Hey, daar is Bibi. Bibi erbij. Hey, daar is Bibi. Kom maar lekker bij. Bibi, 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 Bibi. Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi. Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi. Kom maar lekker bij. Bibi, 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 Bibi erbij. Zoom, zoom. Vandaag was een hele bijzondere dag. Ik heb iets gedaan wat ik nog nooit eerder gedaan heb. In eerste instantie was ik zenuwachtig. Maar met de hulp van Bo kwam het allemaal weer goed. Zoom, zoom. Hey, Bibi. Sorry dat ik zomaar kon binnenvallen, maar ik moet je iets vertellen. Oh, Bo, ik schrik mijn hoedje. Wat is er allemaal aan de hand? Ik hoorde de buren bij je roddelen en ze hebben groot nieuws. Nou, wat zeiden ze dan? Er komt een nieuwe televisieprogramma en bijen mogen erin meedoen. Een programma met bijen? Ja, het is echt wat voor jou, Bibi. Je moet meedoen. Maar, wat moet ik doen dan? Zingen. Ze zoeken de mooiste bijenstem van alle bijenkorven. Oh, en ik vind zingen het leukste wat er is. Jij zoekt altijd de mooiste melodietjes. Maar heb je mij wel eens horen zoemen dan? Ik heb nog nooit voor iemand opgetreden. Eens moet de eerste keer zijn, Bibi. Ga maar rustig zitten. Ik haal een glaasje honinglimonade. Dan kun je wat kalmeren. Nou, wat ik de bijenburen dus hoorde zeggen... Iedereen die mee wil doen, moet een video opsturen. Een video? Van wat dan, Bo?
Van jou zingend natuurlijk. Oh nee toch. Moet ik dan voor een camera zingen? Ik word er nu helemaal zenuwachtig van. En wie moet dan die camera vasthouden? Ik? Of kunnen we de bijenburen vragen? Nee. Die wil ik hier echt niet mee lastigvallen, Bo. Misschien kunnen we de camera ergens opzetten. Dan zal ik in de keuken met mijn oren dicht wachten. Oké. Maar dan moet je wel echt beloven dat je niet luistert. Beloofd. Zal ik mijn camera gaan halen? Dan kun jij oefenen. Oké. Maar Bo, welk nummer moet ik dan zingen? Dat melodietje die je elke avond voor het slapen gaan zoemt. Hé, maar hoe weet je dat, Bo? Dat heb jij mij wel eens verteld, Bibi. Echt? Ja, echt waar. Nou, ik ga de camera halen. Tot strakjes, zoom! Zoom, zoom. Nee, oh nee, ik durf niet. Oké, rustig blijven. Oké, opnieuw. Zoom, dans. Zoom, op en neer. Zoom, zoom. Draai in. Zoom, zoom. Dans. Bo! Ik schrik me helemaal rot! Sorry. Ik wist niet dat je nog aan het oefenen was. Je had beloofd om niet te luisteren, Bo. Nou. Sokkemeen. Sorry, Bibi. Ik heb haast echt niks gehoord. Ik doe niet meer mee, hoor. Kom op nou, Bibi. Je hebt zoveel talent. Ik zag net dat je niet alleen kunt zingen, maar ook goed kan dansen. Kun jij mij het dansje leren? Wil je dat echt? Ja, het is zo'n leuk dansje. Oh, maar misschien kunnen we dan samen een video maken. Dan is het allemaal minder eng en alleen. Wat een goed idee. Maar dan moeten we eerst wel goed oefenen. Ik denk dat ik er nu klaar voor ben. Waar is je camera, Bo? In mijn tas. Waar heb ik hem? Weet je zeker dat je het samen wilt doen? Bo, met jou samen vind ik het echt veel gezelliger. Oké, denk je dat ik het dansje wel goed kan? Ja, zeker weten. Jij bent een natuurtalent. Nou, oké. Klaar? Ja! Oké, kids, zijn we er klaar voor? Opgelet! Ga klaar staan! Benen wijd, voeten naar buiten! Ja, dit gaat supergoed! Het is een hele maffe houding, maar dat is wel een beetje de mega bijendans! Dans, op en neer. Draai in de ronde. Nog een keer. Dans, op en neer. Draai in de ronde. Opgelet. Ga klaarstaan. Benen wijd. Voeten naar buiten. En borst naar voren. Hoppakee. Ja, dit gaat supergoed, Bowie. Kijk hoe goed. Kan ik het al een beetje? Dans, op en neer. Draai in de ronde. Nog een keer. Dans, op en neer. Draai in de ronde. Wat ging dat goed, Bibi? Oh, ik vond het zo leuk. Dank je wel, Bo. Ik had het echt nooit zonder jou gedurfd. Bijenknuffel. Samen kunnen wij alles. Zeker weten. We moeten maar snel de video opsturen. Misschien komen we dan wel op de televisie. Oh, spannend. Dadelijk worden we nog beroemd. Oh, nee. Nee, dan moet ik nog veel meer mensen optreden. Help jij me dan weer, Bo? Maar natuurlijk!
Ik ga nu snel de video opsturen. Misschien horen we dan snel wat. Oké. Okay. Oh, bedankt hè voor al je hulp, Bo. Geen probleem. Doei. Doei doei. Doei. Wat was dat een spannende dag zeg. Ik heb nog nooit eerder opgetreden waar iemand bij was. Maar Bo was zo lief dat het helemaal niet zo eng was. En misschien worden wij wel beroemde bijen. Gelukkig is alles goed gekomen en is onze video onderweg naar de televisie. Spannend hè? Ik ga nu lekker slapen en dromen over deze bijzondere dag. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en druk op het belletje, want dan mis je nooit meer een video. Tot de volgende keer! Doem doem! Vandaag was weer een hele bijzondere dag. Ik heb enorm veel meegemaakt en dat staat hier allemaal in mijn dagboek. Kijken jullie mee? Hey, daar is Bibi, Bibi erbij. Hey, daar is Bibi, kom maar lekker bij. Bibi, 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 Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi, Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi, kom maar lekker bij. Bibi. Het was een hele enge dag. Ik dacht namelijk dat ik een spin had in mijn bijenkorf. En ik ben super bang voor spinnen. Zoom zoom, goedemorgen Bibi. Zoom zoom, hey Bo, goedemorgen. Je komt precies op tijd binnengelopen. Wil je ook een glaasje honinglimonade? Lekker Bibi, daar heb ik wel zin in. Zal ik dan ook gelijk wat honingkoekjes pakken? Wat heb jij goede ideeën, zeg Bibi. Dank je, Bo. Ga maar vast naar de woonkamer. En neem deze koekjes maar vast mee. Dan kom ik er strakjes aan met de honinglimonade. Oké, Bibi. Hattie-dam-tie-dee. Zo. Zo. Kijk eens, Bo. Eerst je honinglimonade. Dankjewel, Bibi. Jij maakt echt de allerlekkerste honingkoekjes, Bibi. Ik kan ze wel blijven eten. Oh, Bo. Pas wel op, hoor. Straks krijg je buikpijn van al die koekjes. Nee hoor, Bibi. Maak je geen zorgen. Ik zal niet te veel koekjes eten. Jeetje, is alles nu helemaal op? Dan zal ik maar meteen opruimen. Ik breng dit even naar de keuken, Bo. Ik ben zo terug. Nu Bibi even naar de keuken is, kan ik perfect mijn plannetje uitvoeren. Ik heb namelijk een nepspin meegenomen. En Bibi is hartstikke bang voor spinnen. Ik ga haar even flink laten schrikken. Dat wordt super grappig. Ja, zo op de tafel. Zo, nou lekker zitten. Lukt het allemaal, Bibi? Of kan ik je ergens mee helpen? Nee hoor, Bootje. Alles gaat goed hier. Ik ben ook net klaar. Zullen we naar de woonkamer gaan? Goed idee, Bibi. Ga jij maar voor. Oh, wat lief dat je me voorlaat, Bo. Natuurlijk, Bibi. Ze zeggen toch altijd, dames gaan eerst. Ja, dat klopt. Dat zeggen ze inderdaad. Ah, een spin! Oh, haal hem weg! Haal hem weg, Bo! Goed zo, Bo. Haal hem snel weg. Gooi hem naar buiten. Ja, weg. Naar buiten. Ben jij bang voor spinnen, Bibi? Ja, dat weet je toch, Bo? Maar, wacht. Bo, wat doe je nou? Nee, niet naar mij komen met die spin. Gooi maar weg, gooi naar buiten. Nee. Maar spinnen doen helemaal niks, Bibi. Kijk eens, hij ligt heel stil op mijn hand. Hij doet niks. Nou, dat maakt me helemaal niks uit.
Hou die spin bij hem uit de buurt, hoor. Probeer hem eens te aaien, Bibi. Hij doet helemaal niks. Ja, want ik weet het niet, Bo. Straks bijt hij toch opeens wel. Nee, Bibi, dat gebeurt echt niet. Oké, Bo. Voor jou dan. Ik raak hem 1 keer aan. En dan moet je hem daarna maar even snel weg doen, hoor. Bo, help! Oh, hij valt me aan. Ik zei je toch. Bibi, doe nou even rustig. Kijk eens nou eens goed naar die spin. Nee, Bo. Ik wil niks meer met die spin te maken hebben. Je had beloofd dat die spin helemaal niks zou doen. Maar Bibi, kijk nou nog eens heel goed. Ja, en wat moet ik nou zien dan, Bo? Hou die spin bij me vandaan hoor, Bo. Vertel eens, wat moet ik nou zien dan? Die spin is helemaal niet echt. Wat bedoel je, die spin is niet helemaal echt? Dit is een nepspin, Bibi. Die heb ik meegenomen, zodat ik een grapje met je kon uithalen. Dus die spin is niet echt? Nee, Bibi, hij doet helemaal niks. Kijk maar. Oh, nou, gelukkig. Wat een opluchting, zeg. Ik was zo geschrokken. Je moet niet meer van die grapjes bij me uithalen, hoor, Bo. Nou... Die gekke Bo met zijn grapjes altijd. Ik moet hem maar eens een keertje heel erg goed terugpakken. Ik heb vandaag een enorme spannende dag gehad. En gelukkig was die spin niet echt. Anders was ik nog banger geweest. Dan ga ik nu lekker slapen en dromen over deze leuke dag. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En druk op het belletje, want dan mis je nooit meer een video. Tot de volgende keer. Zoom zoom. Vandaag was weer een hele bijzondere dag. Ik heb weer enorm veel meegemaakt. En dat staat hier allemaal in mijn dagboek. Kijken jullie mee? Hey, daar is Bibi. Bibi erbij. Hey, daar is Bibi. Kom maar lekker bij. Bibi, 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 Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi. Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi. Kom maar lekker bij. Bibi, 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 Bibi erbij. Zoom, zoom. Vandaag was weer een hele leuke dag. Bo en ik hielden een slaapfeestje. Alleen ging dit niet zoals een normaal slaapfeestje, waarbij je heel vroeg in bed ligt. Zoom, zoom. Hallo, Bibi. Ik heb een super, 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 super leuk idee. Oh, Bo, rustig. Wat ben je allemaal van plan? We gaan een slaapfeestje houden! Dat klinkt echt superleuk, Bo. Maar wat doe je dan eigenlijk allemaal tijdens een slaapfeestje? En je hebt niet slaapspullen bij je. Dat zal ik je zo allemaal gaan vertellen. Ik ga eerst mijn slaapspullen halen. Dat is goed, Bo. Tot zo! Daar ben ik weer, Bibi. Zo, ik heb al mijn spullen meegenomen. Oh, wat veel spullen heb je bij je, zeg. Ja, veel, hè. Maar, Bo, wat gaan we nou precies doen tijdens ons slaapfeestje? Als eerst moeten we iets eten. Want ik heb erg veel honger. Heb jij geen honger, Bibi? Ja. Ik heb ook echt super veel honger. Wat wil je eten, Bibi? Iets wat snel klaar is. Oh, we kunnen een honingpizza bestellen bij de bijenkoerier. Hij belt namelijk aan en dan liggen er de pizza's op de deurmat. Ja, goed idee, Bo. En het is ook nog eens heel snel klaar. Als jij nou eventjes daarheen belt, Bo, zal ik ondertussen voor ons honinglimonade gaan halen? Goed? Is dat goed, Bo? Ja? Ja, goed idee, Bibi. Ik ga bellen. Ja, oké.
Ah, ik ga de pizza's wel ophalen. Wat lekker. Oh, honingpizza. Oh, honingpizza. Jom, 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 jom. Wat lekker. Oh, eet smakelijk, Bo. Eet smakelijk. Dankjewel. Oh, Bo, ik heb echt veel te veel gegeten. Wat gaan we nu doen? Nu gaan we een kussengevecht houden. Dit hoort namelijk echt bij een slaaffeestje. Maar Bo, doet dat geen pijn? Nee hoor, in onze kussen zitten alleen maar zachte veertjes. Waardoor je geen pijn krijgt. Ja, nou, hier. Waar ben jij? Nou, hé, hier weer terug hoor. Wow, wow, wow. Hoppatee. Zo, lekker mooi. Hoppa. Oh, wacht, Bo. Ik heb misschien wel een ander leuk idee. We gaan een filmpje aanzetten en dan kijken wie het langst wakker kan blijven. Zo, ja, leuk idee. Nou, dat kan natuurlijk niet elke avond, maar voor één keertje kan het wel, hè? Ja! Oké, ik ga de popcorn halen. Hou jij dan honinglimonade? Ja, goed idee. Zo. Zo. Oh, Bo, ik vind dit zo gezellig. Ik ben echt blij dat jij er bent. Oeps, kids. Vielen Bo en ik zomaar in slaap tijdens de film. En we wouden nog wel tot heel laat wakker blijven. Nou, dat is dus niet gelukt. Maar het was wel echt supergezellig. Ik kijk nu al uit naar het volgende slaapfeestje. En nu ga ik heel gauw slapen. Want ik kan mijn oogjes bijna niet meer openhouden. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En druk op het belletje, want dan mis je nooit meer een video. Tot de volgende keer, kids. Doem doem. Vandaag was een hectische dag. Ik ben er nog steeds helemaal ondersteboven van. Vandaag gebeurde iets onverwachts. Iets wat ik helemaal niet zag aankomen. De dag begon zo goed en zo gezellig. Zoem zoem, deze zijn heerlijk, Bibi. Hoe heb je deze gemaakt? Oh, Bo, dat is een geheimpje hoor. Dit is al jaren een familierecept. En familierecepten horen binnen de familie te blijven. Een geheimpje dus. Hé, wat flauw, Bibi. Ik ben toch ook een soort familie van jou? Ja, maar Bo, wij hebben toch helemaal niet hetzelfde bijenbloed? En toch vind ik het gemeen. Weet je wat, Bo? Als troost mag je altijd bij mij honingkoekjes komen eten. Zoveel je maar wil. Dat is lief, Bibi. Ik vind dat zo lief van jou, Bibi, dat ik voor jou nog even wat honinglimonade ga halen. Ach, Bo. Wat ben je toch een echte gentleman? Dum-di-dum-dum-dum. Hier moet toch ergens wel dat receptenboek liggen? Bo, let het allemaal. Waar blijf je nou zo lang? Ja, ja, Bibi, alles onder controle. Ik heb wat honing laten vallen op de grond. Ga maar gauw weer terug zitten. Ik kom er zo aan. Oké. Doe je voorzichtig, Bo. Tot zo dan. Ja, zoem zoem. Zo, ja, oké. De oven aan op 170 graden. Ja. En dan een theelepeltje honing. Zoem zoem. En wat
roomboter, zoemzoem en... Oh ja, en een ei. Eens even zien, een ei. Waar heeft Bibi haar eieren nou verstopt? Waar ligt ze? Het duurt het allemaal toch lang? Maar ja, Bo heeft echt gezegd dat het goed gaat komen. En dat het er echt zo aankomt. Ik neem er nog een honingkoekje aan. Ah, daar zijn ze. Oké. En nou even horen. Wat nou, geheimpje? Bibi denkt zeker dat ik niet bakken kan. Nou, ze moet maar eens zien. Ik bak de lekkerste honingkoekjes voor haar. Dan hoeft ze het nooit meer alleen te doen. Roeren. Ja. Help! Bo! Wat gebeurt hier allemaal? Je zou alleen even wat limonade... Wat is dit allemaal, Bo? Ik wilde zo graag bewijzen dat ik... wel honingkoekjes kan bakken. Oh, Bo toch. Ik heb toch ook nooit gezegd dat je dat niet kan? Ja, maar ik mocht het recept niet hebben omdat ik geen familie was. Ja, precies, Bo. Dat betekent dat het recept alleen gemaakt mag worden door familieleden. Niet dat het recept alleen kan gemaakt worden door familieleden. Iedereen die kan toch honingkoekjes bakken? Nou, dat is dan wel gebleken. Alles is mislukt. Ik geloof inderdaad niet dat het helemaal jouw talent is. Geef dat receptenboek maar gauw weer terug aan mij, waar het hoort. Nee, inderdaad. Het spijt me, Bibi. Ik zal het nooit meer doen. Het is je vergeven, Bo. Maar beloof me dat je nooit meer dingen achter mijn rug omdoet. Ik zat de hele tijd op je te wachten in de woonkamer. En je kwam er niet. Dat beloof ik, Bibi. Het is al goed. Kom eens hier. Zoom, zoom. Wat was dat een rotzooi in die keuken van mij, zeg. Samen hebben Bo en ik de hele keuken schoongemaakt. En we hebben samen nog honinglimonade gemaakt, want daar had ik de hele middag op zitten wachten. Dus die kreeg ik nog te goed van Bo. Gelukkig heeft Bo ervan geleerd. Niet zomaar stiekem dingen achter iemand zijn rug te doen, ook al is het vast goed bedoeld. Ik denk dat Bo voorlopig even geen koekjes meer gaat bakken. Dan ga ik nu lekker slapen en dromen over deze hectische dag. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en druk op het belletje, want dan mis je nooit meer een video. Tot de volgende keer! Zijn. Vandaag was weer een hele bijzondere dag. Ik heb weer heel veel meegemaakt en dat staat allemaal hier in mijn dagboek. Kijken jullie mee? Hey, daar is Bibi, Bibi erbij. Hey, daar is Bibi, kom maar lekker bij. Bibi, 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 Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi, Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi, kom maar lekker bij. Bibi, 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 Bibi erbij. Zoom, zoom. Vandaag was weer een bijzondere dag, kids. Ik heb namelijk leren goochelen. En ik heb Bo een truc laten zien. En Bo was zo verbaasd dat hij zelf ook een truc wilde leren. Maar ja, een bijgoochelaar geeft nooit zijn geheimen weg. Hey, hoi, Bibi. Zullen we gezellig samen een glaasje honinglimonade gaan drinken? Hey, Bo! Wat een leuk idee. Ik vind het altijd gezellig als jij even bij mij langskomt voor een glaasje honinglimonade. Kijk eens. Zo. Waarvoor zijn al deze spullen, Bibi? Dat zal ik je vertellen, Bo. Met deze spullen kun je namelijk goochelen. Huh? Goochelen? Wat is goochelen? Ja, goochelen is eigenlijk iets laten zien wat niet kan. Zoals iets laten verdwijnen, bijvoorbeeld. Maar je kunt toch niet zomaar iets laten verdwijnen?
Dat geloof ik niet hoor, gekke Bibi. Ja, nee Bo, dat klopt. Maar daarom heet het ook een goocheltruc. Huh, Bibi? Dus jij kan iets laten verdwijnen? Dat heb jij mij nooit verteld? Ik dacht dat wij elkaar altijd alles zouden vertellen. Ja, dat klopt Bo. Maar voordat je een goocheltruc goed kunt uitvoeren, moet je heel vaak oefenen. En ik wou als verrassing je een keer een goocheltruc laten zien. Zonder fouten. Ja, zodat de truc dus meteen goed gaat, snap je? Maar Bibi, waar heb jij leren goochelen dan? Nou, gewoon hier. In het bijendorp. Daar woont een bijengoochelaar. En ik heb van hem leren goochelen dus. Wat cool! Ik wil ook leren goochelen, Bibi. Maar eerst wil ik jouw truc zien. Ja, dat is goed. Oh, ik vind het wel spannend hoor, Bel. Waarom vind je het spannend? Ja, ik heb dit zo vaak gedaan voor de bijengoochelaar. En de truc is pas één keer goed gegaan. Oh, ik weet zeker dat jij dat kunt, Bibi. Jij hebt zoveel geoefend dat het deze keer gaat lukken. Ik heb alle vertrouwen in je. Oké. Nou, daar gaan we. Ben je er klaar voor? Goed opletten, Bo. Wow, wat spannend. Ik ga dit hele koninkoekje laten verdwijnen. Hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat dit honingkoekje weg was. Zo. Tada! En het koekje is verdwenen. Maar hoe heb je dat gedaan, Bibi? Het honingkoekje is weg. Hoe kan dat? Oh, heb je zelf het honingkoekje opgegeten? Ja, Bo, dat kan ik echt niet verklappen hoor. Want les 1 is, een bijgoochelaar verklapt nooit zijn trucs. Oh, alsjeblieft, 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 Bibi. Ik wil zo graag weten hoe jij dat hebt gedaan. Vertel dat alleen aan mij. En dan is het samen ons geheimpje. Nou, vooruit dan, Bo. Omdat wij zulke goede vriendjes zijn. Ik zal je vertellen hoe de truc werkt. Wacht, ik heb een idee. Oké, Bo, zeg maar, wat is je idee? In plaats van dat je mij vertelt, wil je het mij laten zien. Zodat ik precies kan zien hoe jij het doet. Ja, dat is denk ik wel een goed idee, Bo. Dan kunnen we samen de truc doen. Laten we direct gaan beginnen. Oké, dan pak ik ook mijn doekje en mijn honingkoekje. Ben je klaar voor de honingkoekjes-truc? Oh, ik kan niet wachten. Ik ben zo benieuwd hoe jij dat gedaan hebt, Bibi. Oké, het honingkoekje houd je in je ene hand. Het doekje hou je in de andere hand. Vervolgens maak je met het doekje rondjes om je hand. En als het doekje precies voor je hand zit, pak je met de andere hand het honingkoekje. Oh, Bibi. Dus zo werkt het. Je laat helemaal niks verdwijnen. Maar je stopt het gewoon in je andere hand. Ja, inderdaad, Bo. Dat heb jij goed gezien. Zullen we samen gaan oefenen, totdat jij deze truc ook heel erg goed kan? Ja, goed idee, Bibi. Wat ben ik blij dat je dit geheimpje met mij hebt willen delen. Och, kinderen, wat was dat lekker. Bo dacht op het begin dat ik echt het honingkoekje had laten verdwijnen. Bo zou nu al heel blij zijn, omdat hij eindelijk de truc weet. Daarom gaan wij nog heel veel oefenen met z'n tweeën, zodat Bo ook de truc kan. En nu ga ik heel gauw slapen. Van al het goochelen word je wel echt heel erg moe. Slaap lekker, lieve kids. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Druk op het belletje en dan mis je nooit meer een video. Tot de volgende keer. Zoom, zoom. Zoom, zoom. Hey, lieve kids. Wat
leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag was weer een hele bijzondere dag. Ik heb weer enorm veel meegemaakt. En dat staat allemaal hier in mijn dagboek. Kijken jullie mee? Hey, daar is Bibi. Bibi erbij. Hey, daar is Bibi. Kom maar lekker bij. Bibi, 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 Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi, Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi. Kom maar lekker bij. Bibi. Vandaag was een hele koude dag, kinderen. Een koude dag om nooit te vergeten. Ik ben blij dat ik straks eindelijk mijn warme bedje in kan. Maar eerst zal ik jullie eens vertellen waarom het vandaag zo'n koude dag was. Zom, zom. Lieve, lieve, lieve bijenkoningin. Ik schrijf u vandaag mijn brief omdat ik u wil bedanken dat ik hier zo fijn mag wonen. Alles is altijd netjes verzorgd en ik woon zo heerlijk fijn en vredig in mijn bijenkorfje. Ik dacht, daar moet ik u eens voor bedanken. Zoom zoom! Hallo Bibi, hier ben... Hé? Bibi, wat heb je daar? Hey, Bo, ik ben een brief aan het schrijven. Een brief? Ja, Bo, een brief. Aan wie ben jij die brief aan het schrijven dan, Bibi? Aan de echte bijenkoningin, Bo. Wauw. En wat schrijf je dan haar, Bibi? Nou, ik wou haar een keer bedanken voordat ik hier zo fijn woon. Ik heb nooit ergens last van. En... Hé? Wat is dat, Bibi? Ach, zoemetjes. Dat is de kachel. Maar wat is daar dan mee? Hij is uitgevallen. Oh, zoempjes. Ik zal wel even... Nee, Bo. We weten allemaal wat er gebeurt als jij dingen wil gaan maken. Ja, maar ik... Nee, Bo. Deze keer trap ik er echt niet in. Je blijft veilig naast mij staan en raakt de kachel niet aan. Beloofd? Ja, Bibi. Beloofd. Eens even zien. Nou. Dat is vreemd. Hij doet het niet meer. Bibi? Ja, Bo? Kan jij misschien een dekentje halen? Het begint wel heel erg koud te worden. En ga je nu nog die brief schrijven aan de bijenkoningin? Ja, natuurlijk, Bo. Je kan de bijenkoning toch helemaal niks aan doen? Nou, net zei je nog dat je haar wilde bedanken. Omdat je hier altijd zo fijn woonde, zonder problemen en zo. Ja, maar dat is toch ook zo, Bo? Nou, Bibi, dit lijkt wel dus wel een heel groot probleem. Daar heb je wel gelijk in, Bo. Zoom, zoom, wat moeten we nou toch doen? Zoom, zoom, ik weet het ook niet, Bibi. Ik mag niet aan jouw kachel komen. Nou, niet weer daarover beginnen, Bo. We weten allebei dat het niet goed gaat eindigen. Beloof me dat je niet aan de slag gaat met die kachel. Ja, beloofde, Bibi. Goed zo. Nou, dan ga ik maar even mijn brief aan de bijenkoningin afschrijven. Misschien springt de kachel zo wel aan. En er is helemaal niks aan de hand. Zeg, Bo... Ja, Bibi. Heb jij niks beters te doen? Je bedoelt niks beters te doen dan die kachel te repareren? Hé, Bo, doe niet zo flauw. Weet je wat? Ik zet een lekker warm kopje honingthee voor ons. Misschien warmen we daar wel wat van op. Ja, lekker. En Bibi? Ja, Bo? Wil je dan ook van die lekkere honingkoekjes meenemen? Ja, Bo, daar heb ik zelf eigenlijk ook wel trek in. Oh, en Bo? Ja, Biep? Denk erom, hè? Ja, zoals beloofd, zei ik toch. Ik kom niet aan de kachel. Als ik die kachel nou eens maak, dan is Bibi heel erg blij. En dan kan ik ook eindelijk bewijzen dat ik
heel erg handig ben. Zo, en hier even een boutje. En daar een moertje. En een schroefie. Goed zo. Nou, volgens mij moet hij het zo doen. Bo! Oh! Zoom, zoom! Hij doet het weer, Bo! Ja! Hiep, hoi! Wat fijn, Bibi! Ik bedoel... Zie je nou wel, Bibi? Je had mij gewoon meteen ernaar moeten laten kijken. Naar die kachel. Dan hadden we niet de hele middag in de kou hoeven te zitten. Bo! Oké, Bibi. Jij had thee gezet? Die lust ik nog wel, hoor. Ondanks dat het nu wat warmer gaat worden. Oh, en die honingkoekjes? Daar lust ik ook zeker weten wel een paar van. En zo kwam het gelukkig helemaal goed met mijn bijenkorfje. Oh, oeps, bijenkorfje natuurlijk. Bo en ik hebben nog heerlijk samen thee gedronken. Oh, en de brief voor de bijenkoningin? Die heb ik afgemaakt hoor. Want ja, dit soort probleempjes, daar kan niemand wat aan doen. Dus die brief gaat morgen mee op de post. Zoom, zoom. Dan ga ik nu lekker slapen en dromen over deze hectische dag. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en druk op het belletje, want dan mis je nooit meer een video. Tot de volgende keer. Zoom, zoom. Ik zal jullie vertellen wat die verrassing was. Joep, joep, Bibi, Bibi! Hey, Bo, wat ben jij vrolijk zeg. En wat heb je daar in die tas zitten? Dat is een geheimpje, Bibi. En het moet ook even een geheimpje blijven. Maar het is wel de reden dat ik zo vrolijk ben. Maar Bo, waarom mag ik niet weten wat er in die tas zit? Ik kan je nog niet vertellen wat er in deze tas zit, want het moet even een verrassing blijven. Een verrassing? Wat voor verrassing? Als jij nou wat honinglimonade pakt, dan zorg ik dat jouw verrassing klaar staat. Oké, Bo. Ik ben echt super, super, super benieuwd. Tada! Ik heb een picknick voor ons geregeld. Ik heb allemaal lekkere dingen meegenomen en ik heb zelfs koekjes gebakken. Want jij maakt altijd die lekkere koekjes voor mij, dus heb ik een keertje koekjes voor jou gemaakt. Oh, Bo, dat is echt super lief van je. Hier ben ik nou zo blij mee. Oh, kom hier. Ik ben echt heel benieuwd naar die zelfgemaakte koekjes van jou, Bo. Ik ook, Bibi. Ik heb ze zelf nog niet geproefd. Zullen we dan maar snel gaan proeven, Bo? Ja, goed idee. Oh, wat enorm jammer, Bibi. Ik heb zo mijn best gedaan op deze koekjes. Ik wou dat ze net zo lekker waren als jouw honingkoekjes. Oh, Bo, maar dat maakt toch helemaal niks uit? Je hebt hartstikke goed je best gedaan. En dat de koekjes deze keer niet zo lekker waren, maakt toch helemaal niks uit? Je hebt nog veel meer lekker eten meegenomen. En de volgende keer dat je koekjes gaat pakken, zullen ze vast veel lekkerder zijn. Maar Bibi, ik had me verheugd op die lekkere koekjes. En nu hebben we helemaal geen lekkere koekjes. Nou, Bo, dan heb je mazzel vandaag. Mazzel? Hoezo heb ik mazzel, Bibi? Nou, Bo, vanochtend, voordat jij er was, had ik toevallig al wat honingkoekjes gemaakt.
Want daar wou ik jou weer mee verrassen. Oh, Bibi, wat fijn. En super lief van jou. Zal ik ze dan snel uit de keuken halen? Dan kan jij lekker blijven zitten en genieten van al het andere eten dat ik heb meegenomen. En de honinglimonade natuurlijk. Dat is lief van je, Bo. Weet je waar ze staan? Natuurlijk weet ik dat, Bibi. Ik kom hier toch elke dag. Ja, eens even kijken. Kijk eens aan. Hier zijn de honingkoekjes. Ze ruiken zoals altijd weer super lekker. Dankjewel, Bo. Dan is de picknick nu helemaal compleet. Lekker eten, koekjes natuurlijk. En we moeten het allerbelangrijkste niet vergeten, Bo. Oh nee, Bibi. Ben ik wat vergeten? Wat stom van mij. Ik wou deze picknick perfect voor je maken, Bibi. Wat is het allerbelangrijkste van een picknick? Meer heb ik niet meegenomen. Nee hoor, Bo. Je bent helemaal niks vergeten. Want wat ik wou zeggen was dat het allerbelangrijkste van deze picknick jij bent, Bo. Mijn allerbeste bijenvriendje. Zonder jou zou het maar een saai picknick zijn. Oh, Bibi, wat lief van jou. Jij bent ook mijn allerbeste bijenvriendinnetje. En wat was die picknick lekker, zeg? We hebben onze buikjes helemaal rondgegeten. Ik heb vandaag een enorme leuke dag gehad. En wat lief dat Bo zomaar een leuke verrassing voor mij had. Alleen moet hij de koekjes bakken, maar aan mij overlaten. Dan ga ik nu lekker slapen en dromen over deze leuke dag. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en druk op het belletje, want dan mis je nooit meer een video. Tot de volgende keer! Doem doem! En dat staat allemaal hier in mijn dagboek. Kijken jullie mee? Hey, daar is Bibi, Bibi erbij. Hey, daar is Bibi, kom maar lekker bij. Bibi, 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 Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi, Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi, kom maar lekker bij. Bibi. Vandaag was weer een hele leuke dag. Ik had het vandaag zo gezellig met Bo. We hebben het vandaag over lekker eten dat met een letter P begint. Bo en ik vinden zoveel dingen lekker. En samen fantaseerden we over de lekkerste gerechten van de hele wereld. Nu ik er zo over vertel, krijg ik er spontaan weer honger van. Zoem zoem, hey Bibi! Lekker met de honing aan de gang? Hey Bo! Ja, dat moet vandaag ook weer gebeuren. Oh, dat vind ik toch altijd zo lekker, Bibi. Die heerlijke zoete honing van jou. Mag ik misschien een beetje proeven? Bo, toch? Heb jij nog niet ontbeten vandaag dan? Nee. Dat ben ik vanochtend in alle haast naar jou toe vergeten. Pootje toch? Je weet dat het ontbijten de belangrijkste start is van de dag. Ja, precies. Dus daarom is het belangrijk dat ik nu toch even wat van de honing eet. Nou, vooruit dan maar. Maar de volgende keer eet je echt iets als je uit bed komt, hoor. Oh, weet je wat ik zo lekker vind, Bibi? Nou, Bo? Een gebakken eitje op brood. Oh, dat is ook heel erg lekker, Bo. Ik vind yoghurt met wat gruzli en fruit altijd zo lekker. En dan het liefst met een lepeltje honing er weer doorheen. Ja, of lekkere pannenkoeken. Pannenkoeken? Dat eet je toch helemaal niet als ontbijt, Bo? Nee, dat is waar. Maar ze zijn wel heel erg lekker.
Dat zijn ze zeker wel. In Amerika eten ze pannenkoeken wel als ontbijt. Daar heten ze American Pancakes. Nou, dan moeten we daar maar gaan wonen. Ik vind eigenlijk alles wat met een letter P begint lekker. Pannenkoeken, patat, pizza. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Pasta! Ja, pasta, dat lust ik ook. Dat eten ze echt heel erg veel in Italië. Dan moet ik maar in Italië gaan wonen. Dan kan ik lekker veel pasta en pizza eten. En wat zou je dan allemaal op je pizza gaan doen, Bo? Salami, ham en kaas natuurlijk. Vergeet je de groenten dan niet, Bo? Het is belangrijk dat je elke dag wel wat vitamintjes binnenkrijgt. Ja, dat is wel belangrijk inderdaad. Even denken. Champignons, paprika en mais. Is dat zo genoeg, Bibi? Dat lijkt me een goed gevulde pizza, Bo. Weet je wat ook nog lekker is met een P? Wat moeilijk, Bibi. Wacht, ik geef je een hint, Bo. Je eet het vaak terwijl je een film kijkt. Oh, ik weet het. Paprika chips. Dat begint inderdaad ook met een letter P. En het is lekker. Maar dat bedoelde ik eigenlijk niet. Hé, maar wat bedoel je dan, Bibi? Oké, nog één hint, Bo. Let op. Je eet het vaak terwijl je een film kijkt. En het wordt gemaakt van mais. Met hetzelfde mais wat ik zo net op mijn pizza bestelde? Dat is gek. Als je diezelfde mais opwarmt en heel erg heet maakt, begint het te poppen. Ja, maar nu weet ik het echt, Bibi. Nu weet ik het. Het is popcorn. Ja, goed zo, Bo. Zoom, zoom. Oh, wat heerlijk, Bibi. Dit moeten we nog niet te vaak doen, Bo. Van al dat gepraat over lekker eten krijg je enorm honger van. Ja, maar dat is toch lekker, Bibi. Ja, als we niet uitkijken, zijn we straks bij het tonnetje rond. Gaan we dan nu wel gezellig samen naar de film kijken? Ja, wacht eventjes hoor. Ja, zeker, Bo. Dat hoort bij de popcorn. Oh, wat spannend. Oh, wat gezellig. Oh, dit is lekker. Gezelligheid mag na het werken voor mij wel elke dag. Dat was weer een hele gezellige en leerzame dag met Bo. We hebben het over lekker gerecht gehad uit verschillende landen. En nu ga ik snel slapen, voordat ik straks weer honger krijg. Droomzacht, lieve kids. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en druk op het belletje, want dan mis je nooit meer een video. Tot de volgende keer. Zoom, zoom.